Met het probleem van de zware rookontwikkeling in Wageningen en Nikeri zal het probleem bosbranden in het westelijk district niet zo gauw worden opgelost. Dat is vooral zo als tot nu toe onbekende personen illegaal kaf blijven verbranden. Districtscommissaris van Nikeri, Senrita Gobardin, is heel erg bezorgd over de rookoverlast in het gebied. Wat haar nog meer zorgen baart, is het feit dat er nog steeds op vele plaatsen illegaal kaf wordt verbrand. De burgermoeder zegt dat verbranding van de rijstkaf alleen niet het probleem is, maar wel het feit dat nooit iemand weet wie het in brand heeft gestoken. Het kafprobleem is nooit structureel eigenlijk opgepakt en opgelost. En natuurlijk heb ik nog hoop, want er zijn projecten die gaande zijn, dat dus dat kaf dus het probleem opgelost wordt. Dus ik hoop dat het echt wel komt. Echt waar. En natuurlijk, de ondernemers, de pelmoneraars, moeten ook een beetje verantwoordelijkheid op zich nemen. Het komt van mijn bedrijf. Als je het wil verkopen of geven of whatever aan mensen, mag je het doen. Maar doe het op een verantwoorde manier. Je moet de zaken bijhouden. Deze mensen hebben meegenomen, vijf truckhouders hebben meegenomen. Je moet weten waar, op welke locatie die dingen gedumpt worden. Is het voor eigen gebruik? Gaat het naar een bedrijf? Of whatever? Maakt niet uit. Maar jij moet wel een registratie op nahouden, je moet data hebben. Want nu weten we niet wie het doet. Wie het doet en mensen zijn bang om namen door te geven. Dat is ook een probleem. De burgermoeder meent dat de regering momenteel al zoveel doet om de gezondheid van de gemeenschap te garanderen. Zij hoopt daarom dat personen die bewust kaf verbranden zich ervan vergewissen dat het zodanig wordt gedaan om ervoor te zorgen dat daaruit voortvloeiende rookproblematiek goed kan worden aangepakt. Maar heel erg belangrijk is, het is extreem droog. Dat wil zeggen, je moet voorzichtig zijn met vuur. Mensen moeten niet zomaar hier en daar iets gaan verbranden. Is gewoon niet te controleren als er iets gebeurt. En natuurlijk, brandweer is ook in beraad. Dus zij rukken niet uit. Een klein brandje kan je nog misschien blussen. Maar wat als het verspreidt? Dan heb je niets in de hand meer. Dus daarmee moeten mensen sowieso voorzichtig zijn. Ze moeten gaan werken aan vuilscheiding. Dat is belangrijk. Thuis voor jezelf. Niks verbranden, belangrijk. Vuil wordt opgehaald, gratis opgehaald. Laat de mensen het voor je doen. Laat het opgehaald worden. Zij weten hoe ze ermee moeten omgaan. Maar ga jij niks doen. Bescherm je gezin, bescherm je huis, bescherm je buurt. Dat is belangrijk. De districtscommissaris hoopt dat de Nikeriaanse samenleving mee zal werken met de oproep om rekening te houden met de extreme droogte die er momenteel heerst en niet zomaar zaken te verbranden.